Prime Business Update, where business comes first. De handel- en dienstensector krijgen een flinke duw vanwege de vrees voor en verscherpte maatregelen rond het coronavirus. Het doel van de regering met betrekking tot het sociaal-economisch vraagstuk gedurende deze COVID-19-crisis is om zoveel als mogelijk bedrijven te behouden gedurende deze crisis. Volgens minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme kan nu al gesteld worden dat er enorme verliezen worden geleden. De tijd is rijp voor bedrijven om uit te kijken naar een webshop. Rosheuvel & Partners Business Group is in staat om die binnen 48 uur op te zetten. Het ICT-bedrijf speelt hiermee in op de vraag naar alternatieve verkoopmogelijkheden. Soms kan je zeggen van, maar ook die eet je van boomfabriek maar etaki. En in dat kader hebben wij aan het begin van deze situatie het idee opgevat om naar buiten toe een bekendmaking te doen dat wij binnen 48 uur reeds een webshop kunnen opzetten. En een aantal bedrijven hebben dat aangegrepen en contact met ons gemaakt. En die 48 uur kan gerealiseerd worden mits de content. En wat is de content? Die mensen willen hun artikelen verkopen. Nou, van die artikelen moeten we een code hebben, een omschrijving, een prijs en een foto. En als dat allemaal aanwezig is, is die 48 uur zeker te realiseren. De wereld zal na COVID-19 nooit meer hetzelfde zijn. De gedwongen uitdaging om te innoveren kan gezien worden als een gouden kans om meer commerciële activiteiten aan te trekken. Mensen moeten realiseren dat vooral in zo'n tijd, de COVID-19 tijd, we onze creativiteit aan de dag moeten leggen. Men moet meer gebruik maken van die digitale mogelijkheden. Om maar een voorbeeld te noemen. Je ziet heel wat bedrijven die eten maken. Nou, hoe moeten ze dat allemaal aan de man brengen? Je kan niet meer dine-in doen. Je kan niet meer lokaal daar of ter plekke eten. Men is genoodzaakt innovatief te denken. Nou, wat hebben ze mogelijk gemaakt? Een platform om het zichtbaar te maken. Je kan het bestellen en het wordt zelf geleverd. Dus bijvoorbeeld groenten, ijsje, lekkers. Kan op die manier allemaal geregeld worden. En ook weer onze online trainingen. Daar focussen we ook een beetje erop. Want het klassikale hoeft niet meer. Hoeft niet per se meer. Het kan, misschien na deze tijd. Maar het hoeft per se niet meer. Ik heet jullie van harte welkom bij deze tweede les van de Google Classroom. We zijn nu bezig de leerkrachten van de Kangaroo School uit te leggen hoe Google Classroom werkt. Nou, als ze dat zelf goed begrepen, kunnen ze dat ook toepassen in het onderrichten van hun pupillen. Zie daar weer een opportunity om in orde te maken en meer gebruik te maken van de digitale mogelijkheden. Wij als samenleving, Surinaamse samenleving, moeten eigenlijk meer gebruik gaan maken van al die digitale mogelijkheden. Maar niet alleen nu, ook straks wanneer de crisis voorbij is, laten we iets hebben geleerd uit deze situatie en verder gaan met wat we nu mee bezig zijn en gaan verbeteren. Dus lessons learned en verbeteren voor de toekomst. Permission om het te bekijken of permission om het te downloaden? Dime Business Update, where business comes first.